We zijn op dit moment bezig met het inpakken van het kunsttorentje vanwege het project, het textielproject, wat wij in Almelo doen. Het is een internationaal project op dit moment, wat loopt met Polen, Tsjechen en onze Nederlanders. En dit heeft alles te maken met de textielgeschiedenis van Almelo. Dit project loopt al meer dan een jaar inmiddels. Dat is de groep van het Erasmus, zijn al een tijdje bezig met dit project, waarbij een app gelanceerd wordt over de textielgeschiedenis. Wanneer wordt die app gelanceerd? Die wordt aanstaande donderdag door de burgemeester wordt die gelanceerd, letterlijk met een druk op de knop. En donderdagochtend is dat. Dat is hier aan de overkant in het stadhuis. En daar gaan ze dus bezig met de voorbereiding. Onze zoon Ivan Oudekerk doet een voordracht aan over de textielgeschiedenis van Almelo. En er is een meisje uit Tsjechië die doet een voordracht over textielgeschiedenis in Tsjechië zelf. Waar ze dus vorig jaar al een keer geweest zijn met een groep van het Erasmus die daarmee bezig zijn. En dan is een groep van Polen. Die logeren trouwens op dit moment, logeren ze hier. En dat is een ontzettend, ontzettend leuk project. En wat ik zeg, we zijn dus nu bezig met het omwikkelen van een doek om het kleinste expositiegebouw van Nederland. Ja, dat is een idee van Menno Dimitri natuurlijk. Menno Dimitri Oudekerk, mijn man. Die heeft gedacht om Christo, die dus enorme gebouwen over de hele wereld in doeken doet. En dat vonden wij leuk om dat nu in verband met het textiel nu ook te doen. Je hebt volgens mij nogal een naaimachine nodig daarvoor. Ja, dat klopt. Ik heb een goede naaimachine daar thuis staan. En ik had de eer om dat te mogen maken. Oké, en wanneer gaat de doeken doen? Ah, ik zie het al gebeuren. Yvonne, ik ga even omhoog kijken. Ja.